dan geeft de rest van de AVG dan wel handvatten om daar een verstandig mee om te gaan. Ook dank u wel. De heer Wassenberg, mag ik u het woord geven namens de Partij voor de Dieren? Dank, voorzitter. Dank opnieuw aan de drie sprekers. Ik heb een vraag aan de heer Ruhoff. U schrijft dat die 6% vrijwillige installatie van die app is behoorlijk ambitieus. En u zei net, als minder dan 6% die app installeert, 20% bijvoorbeeld, dan heeft hij weinig meerwaarde. Maar kun je niet zeggen dat dan het middel de kwaal zelfs verergert? Want op het moment dat mensen zo'n telefoon hebben en ze krijgen geen melding, dan gaan ze zich ten onrechte veilig voelen en zich ook zo gaan dragen. Ik vraag dat namelijk omdat we nu natuurlijk 2 weken kwijt zijn geweest met de ontwikkeling van die app. En u beschrijft dat als een fiasco. Tegelijk hebben we daarmee 2 weken tijd verloren. En de vraag die ik daar dus aan wil koppelen is, moeten we bij ronde 2 weer opnieuw gaan inzetten op appontwikkeling en misschien weer tijd verliezen die we eigenlijk niet hebben? Of moeten we ook veel meer naar alternatieven kijken en bijvoorbeeld ook naar het sociale en het maatschappelijke gedrag van mensen bij apps of bij andere manieren? Dus moeten we niet veel breder gaan kijken naar wat nodig is dan alleen die app om te voorkomen dat we dezelfde fouten maken als eerder zijn gemaakt? Dank u wel, de heer Ruhoff. Ja, het lijkt er inderdaad op dat we wel een aantal weken achterstand hebben opgelopen in de ontwikkeling van deze app. Juist omdat het selectieproces een afvalrace was in plaats van een bundeling van kennis. Ik denk dat we de app moeten zien als een experimenteel hulpmiddel. En de nut en noodzaak van die app die is er nog niet onderbouwd. Daar moeten we echt onderzoek naar doen. Daar moeten we mee beginnen. Niet met de oplossing meteen komen, maar eerst kijken, is het effectief? Want inderdaad, op het moment dat we die app gaan uitrollen en hij komt vrijwillig beschikbaar, mensen gaan hem installeren, dan als mensen zich daar veiliger door gaan voelen, van ik heb geen melding gehad, ik heb hem braaf aangehad overal, ja, dan creëren we misschien nog een onveiligere situatie. Dus wat mij betreft zouden we echt gewoon terug naar de tekentafel moeten, onderzoek doen, specificaties uitschrijven. Wat zijn de wensen van de GGD? Hoe vertaalt dat zich door naar een IT-oplossing en app? En ook vooral van, we willen hier een enorm ambitieuze doelstelling. Hè? Meer dan de helft van Nederlanders moet dit gaan gebruiken. Dat we daar ook gewoon een soort businessplan voor maken. Van hoe gaan we ervoor zorgen dat we hier vertrouwen in krijgen? Dat mensen dit gaan installeren. Wat zijn de risico's hieraan? En gewoon goed nadenken. Normaal doet de overheid een jaar over zo'n traject. Nu kan dat niet tot 2 weken verkort worden. Maar gewoon een eigen team neerzetten. Dat goed uitdenken. Goed deploymentplan. En dan ook met de juiste bijsluiter van, nou ja, let op jongens, we hebben hier een vrijwillige app, die is beperkt nuttig. Hè, want ja, die app detecteert niet of je aan een deurklink gezeten hebt waar iemand die besmet is ook aan heeft gezeten. Dus we moeten dat echt met de juiste bijsluiter dan ook gaan uitrollen. Dat mensen daar niet ook, dat ze weten wat ze dan hebben en wat ze daar niet aan hebben. En met wat voor consequenties ook.